gemeente Teylingen reageert adequaat op overlast. Een prachtig voorbeeld is hier bij de Tulp. Er zijn veel sportevenementen. Daar kwam ook heel wat geluid uit het bijbehorende winnerscafé. De gemeente heeft bouwkundige aanpassingen laten plegen, zodat het geluidsoverlast aanzienlijk minder is geworden. Hier achter Sporthal de Tulp, de ideale hangplek voor jongeren. Hier kan je als jongere nog heerlijk chillen. Je bent nog niet omwonenden tot overlast, totdat de bouw van de hoofdkamer gaat beginnen. Ik vind dat de gemeente adequater kan reageren op het moment dat er signalen komen van overlast. Hier hangen bijvoorbeeld 's avonds jongeren en je kan ze aanspreken op hun gedrag. En niet iedereen staat daarvoor open. Daar zie je een doorgaande route vanuit ad hoc, waar allerlei evenementen worden georganiseerd. En daar vindt behoorlijk wat overlast plaats op de doorgaande route richting het centrum. Zoals vernielingen in tuinen, dronken mensen, andere vormen van geweld, vechtpartijen. En daar kan je niet altijd als burger op inspelen. En dan vind ik dat je in samenwerking met BOA's, politie, moet kijken hoe er tot adequate oplossingen gekomen kan worden.